Als lokale apotheker heb jij een enorm belangrijke rol in de eerste lijn. Van wil de positie van de apotheker lokaal versterken en zet daarom in op het oprichten van kringwerkingen. Ben je benieuwd waarom en hoe we dit doen? We leggen het je uit in 100 seconden. In 2020 gingen de 60 eerste lijnzones in Vlaanderen en Brussel officieel van start. Ze werden opgericht om het werk van de lokale besturen, zorg en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Samen zorgen ze voor een toegankelijke zorg waarbij de burger centraal staat. Van wil nu in elke eerste lijnzone werk maken van een kringwerking voor apothekers. Maar wat is dat nu, zo'n kring? De kring verzamelt alle apothekers uit alle apotheken in die eerste lijnzone. Het geeft de apothekers lokaal een gezicht en het is het aanspreekpunt voor andere partners binnen de eerste lijnzone. De voorbije maanden hebben we gemerkt wat de kracht is van de eerste lijnzones en hoe sterk het lokaal netwerk van apothekers is. Van wil die energie vasthouden. Ook vanuit de overheid komt de vraag om ons als sector te organiseren in kringen. Wat is nu de meerwaarde voor jou als apotheker? De kringwerking zorgt ervoor dat apothekers elkaar beter leren kennen. Het maakt de samenwerking met de andere partners in de eerste lijnzone makkelijker en het is een goed startpunt voor projecten. Via de kringwerking kunnen we projecten organiseren waarbij we de apotheker in de kijker zetten. Denk maar aan gemeente op schema, Savassa of een project rond huidkanker. Daarnaast is de kring een steun en klankbord voor de apothekers die een mandaat opnemen in de zorgraad van hun eerste lijnzone. Van werkt momenteel aan een plan om de kringwerking uit te bouwen en te versterken. Dit willen we doen vanuit de basis, samen met jullie en zonder al te ingewikkelde structuren. En uiteraard met de ondersteuning van de beroepsverenigingen van het Van-netwerk. Wil je meer weten of heb je zin om mee te werken? Neem dan contact op met Van of je beroepsvereniging of neem een kijkje op onze website. Tot binnenkort!